Als ik nu de loterijticket koop, dan win ik hem gehaaid. Want ik heb zoveel karma punten, ik kan niet meer fout gaan. Goedemorgen, mijn naam is Jeline en ik haast. Het is leuk dat je weer naar een vlog kijkt. En ik zie jullie als ik klaar ben met werken. Wow, ik heb vandaag echt super veel mensen geholpen. Echt super veel. En ja, ook iemand in een rolstoel en... Niet alleen op mijn werk, maar ook weer buiten. Toen ik op de trein moest wachten. En toen nog een vrouw van waar ze heen moest en zo. En ik voel me zo goed. Ik heb echt zoiets van, als ik nu de loterijticket koop, dan win ik hem gehaaid. Want ik heb zoveel karma punten, ik kan niet meer fout gaan. Dus dat is ook wel heel grappig. En, maar ik ga geen loterijticket kopen, want ik geloof niet in die onzin. Ik ben thuis. Shocker. Ik weet eigenlijk niet wat ik wil doen. Ik weet niet of ik wil gaan slapen. Ik weet niet of ik wil gaan eten. Ik weet het eigenlijk even niet. Dus misschien ga ik maar gewoon even filmpjes kijken of zo. Want dan... Ja. Dan doe ik dat. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen nu. Maar... schoenen in ieder geval uit. Ik ben wel gesloopt zeg. Zo. Oef. En nog even plassen. En misschien straks even de was opvouwen en de afwas doen. Kan Jeff ook weer blij met me zijn als ze thuis komt. En mijn oplader even hierin. Hatsenflats. En dan hou ik jullie straks wel weer up-to-date van wat ik ga doen. Ik had trouwens wraps gegeten op mijn werk. Had ik gisteren al verteld dat ik dat mee zou nemen. Nu moet ik trouwens even in de koelkast doen. En dat is het voor nu. En dan check ik jullie straks. Lekker framboosjes vreten. Zo, ik weet even niet meer hoe laat het is, maar of hoe laat het was. Volgens mij iets van 6 uur nog wat. En nu is het 7:30. Ik ben op de bank in slaap gevallen, wel expres. Ik dacht, ik ga gewoon even liggen, want ik heb vaak als ik op de bank in slaap val, dan slaap ik gewoon even. En dan word ik echt na een paar uurtjes weer wakker. En als ik in bed slaap, dan wil ik er echt niet meer uitkomen eigenlijk. Dus dat. En ik ga zo even avondeten maken om 7:30. I know. Maar ja. En ik denk dat ik al weet wat ik ga maken. Ik heb ook niet heel veel trek. En er zijn aubergines die sowieso op moeten. Dus wat ik ga maken. Ik ga een ovenschaal maken met groenten. Ik vind het heel lekker. En kruiden erbij. Dus eigenlijk eet ik dan als avondeten echt alleen maar groenten. En dat, ja, uiteindelijk is dat wel vaker zo. Dat als je bijvoorbeeld een vleesvanger eet, dan... Nou, er zitten wel vaak bonen bij, maar in ieder geval... dus ik ga denk ik... ja, ik ga deze gebruiken. Deze gebruiken. Ik ga sowieso ook een stuk courgette gebruiken. Even kijken welke het oudste is. Ik denk deze. Een stuk... Ah! Ik laat alles vallen. Dus deze twee ga ik gebruiken en tomaten. Ik vind tomaten altijd heel lekker uit de oven. Waar heb ik mijn tomaten eigenlijk? Oh ja. Tomatoes. Ah, ik heb echt alles proberen. Tomaatjes. Kijk, de nectarine zit natuurlijk niet, maar ik moest er van de afschrijven. Verder neem ik knoflook en ui erbij. Knoflook. En een uitje erbij. En dat is echt super lekker en eigenlijk ook gewoon super makkelijk. En dan doe ik dan een beetje olijfolie over en kruiden. En dan zal ik straks even laten zien wat het eindresultaat is. En ik vind dat echt super lekker. Dus yay! Dus alvast even overwarmen. Hatsenflats. En dan ga ik het lekker maken. Nou, het is klaar. Ik moet alleen nog doorroeren en nog een beetje olijfolie erbij. Courgette, aubergine, tomaatjes, ui, knoflook. En kruiden, kurkuma, zwarte peper, Himalaya zout, cayennepeper. Een beetje van de mix die ik van Whitney heb gekregen. Roos en Marie. En een beetje courgette eigenlijk. En dat is het. En dan gaat hij straks de oven in en dat is heel lekker. En ik ben nu oude muziek aan het luisteren. Ik weet niet of iemand dit kent, maar dit is van Maud. En die heeft ooit gewonnen bij de Idols. Daar was ik vroeger helemaal fan van. En ja,
dingetjes ben ik nu terug aan het luisteren. Want laatst kwamen we ze tegen bij een cd in mijn vaders auto. En ik vond het echt super leuk. Ik ken echt de hele tekst nog uit mijn hoofd. Dus die ga ik even meeblerren. En dan die toving. Het enige wat ik nog een beetje bij doe is edelgistvlokken. En that's it. En het eindresultaat. Jeffrey is inmiddels thuis en we hebben net al een spelletje pesten gedaan. Ja, we hebben echt hele rare kaarten. Vraag me niet waarom. Euroshop. En nu gaan we Mastermind doen. Oh, van Euroshop heb je die heel duur van mij. Ja, dat is van we hebben samen gekocht. Ik weet niet waarom. Maar... Nee, dat is van voor Valentijn. Oh, als grapje. Ja. En we hebben muziek aan en we hebben Mastermind gaan we doen. En ik heb deze kleuren. En Jeff gaat ze raden. Welke kleuren waren het ook weer? Ga ik niet zeggen. Oh mijn god, ik ben helderziend. Ik twee keer. Wat de hel? Oh shit. Jij zat me ook echt aan te kijken. Ik denk, nee, dat kan niet de tweede keer dat ik het goed heb. Je hebt gewoon in de tweede keer gewoon goed. Holy shit.